Welkom bij Theater Na de Dam. Op 4 mei, een uur na de Nationale Dodenherdenking, zouden in heel Nederland jongeren in het kader van Theater Na de Dam theatervoorstellingen brengen. Op basis van gesprekken met ouderen over de Tweede Wereldoorlog. De jongeren van Arthur Jans zouden deze voorstelling spelen in het stadhuis van Alkmaar. Door de coronacrisis ontmoeten we elkaar niet daar, maar in de huiskamers. Door heel Nederland luisteren, kijken en lezen mensen naar waardevol materiaal dat gerelateerd is aan de Tweede Wereldoorlog en de herdenking. Stelt u zich dat voor. In al die huiskamers zijn we los van elkaar verbonden in hetzelfde ritueel. Ook nu. Onder de kapotte lamp schemerde het licht van de jaren na de oorlog. De geur van thuis, groene zeep, wrijfwas op oude meubels, soda in het badwater op zaterdag. Moeder zong en bereidde de maaltijd voor zondag. De geur van gestoofde peertjes, het braden van draadjesvlees, 12 monden moesten gevoed. Traag waren de uren tegen de oude lambrisering. Vingerspel tegen de schaduwen op de wand. Onbezorgde lach. Rozig van het warme bad in pyjama luisterend naar een hoorspel. Een krant met doppinda's. De was hing te drogen. Aan een rek boven de kachel. Zoete kleur en glans. Van voorbije kinderjaren. Alles komt wel goed. Met hongerige ogen de toekomst in. Postbode Freek gaat aardappelen halen bij de boer. Op de terugweg wordt Freek aangehouden door een Duitse soldaat die zijn fiets wil hebben. Freek slaat de Duitse soldaat neer. De volgende ochtend moet Freek in de duinen post bezorgen bij een huis waar Duitsers zijn ingekwartierd. Hij ziet de Duitse soldaat met een hoofdwond. Hij doet stilletjes de post in de brievenbus en rijdt snel weg. Ik ben Lisa en ik heb mijn overgrootoma geïnterviewd over de Tweede Wereldoorlog. Een vrolijk meisje. Een knal klonk, een bom viel neer. Slechts een theelepel is er over van haar tantes huis. Zij vertrok naar het oosten.
Dat is het verhaal van mijn oma. Een vrolijk meisje, iets wat nonchalant. Maar wel een prachtige verhalen. Ik vind het belangrijk dat we deze verhalen niet vergeten en blijven herdenken. Omdat er ten eerste mooie verhalen bij zitten of niet zo mooie verhalen waar we van kunnen leren. Maar ook omdat we niet dezelfde fouten weer opnieuw moeten maken. Vrijheid is voor mij dat ik kan doen wat ik zelf wil doen. Vrij zijn is voor mij vrij zijn in doen en laten, vrij zijn zonder zorgen. En vrij buiten kunnen zijn, buiten kunnen spelen en gewoon kunnen doen zonder dat er iemand continu op je vingers stikt. Ik voel me vrij als ik mezelf kan zijn en keuze heb in wat ik doe. Thank you.